morning. Leuk dat je een nieuwe vlog. Ik ben een beetje aan het fluisteren, want het is nog vrij vroeg. Chico ligt boven te slapen. Ik ben nu de laatste dingetjes aan het pakken, omdat ik vandaag met Lara naar Frankrijk ga. Je ziet dan de titel. We gaan dus naar Frankrijk om te kringlopen. Alleen maar kringlopen. En we gaan naar Wambregies. Wambregies. Nog nooit eerder van gehoord. Het is boven of naast Lille. 3 uurtjes rijden, dus ik heb er zin in. Oké, ik heb net gedoucht en misschien hoor je het. We hebben zo'n afzuiging in onze badkamer boven. Want boven hebben we geen ramen of iets dergelijks. Er zit echt zo'n afzuigapparaat in. En ja, het is een hele kleine badkamer. Maar dat maakt niet uit. Ik merk dat ik een beetje zenuwachtig ben. Dus ga ik lullen over de afzuiging in mijn badkamer. Ik ga even skincare doen. Mijn haar gewoon even drogen. Niet iets bijzonders mee doen. En dan de laatste dingetjes nog even inpakken. Laatste ding aan het inpakken. Deze rok wil ik sowieso mee. Die heb ik dus echt weinig aangehad. Maar ik zie deze al helemaal in Frankrijk. Zo, toch? Ik twijfel of ik deze rok moet meenemen. Want heel eerlijk gezegd, hij moet eventjes in de was. En verder heb ik gewoon een linnen broek. Een basisshirt. Een basisshirt. Basisshirt. En een basisshirt. Maar ja, één hiervan is lange mouwen. En de ander wil ik misschien in slapen of in chillen, weet je wel. Dus... ik weet het gewoon even niet. Maar dat is dus geen wat er gebeurt als ik een beetje stress heb. Ik twijfel ook nog of ik een lange denim jurk mee moet nemen. Ik doe echt alsof ik 5 weken weg ga. Maar dat maakt niet uit. Op zich wel lekker weer, maar niet geweldig weer. Dus ik ga wel even een lange broek aandoen. Dus deze hou ik niet aan. Maar die zit gewoon zo lekker nu eventjes. Dus deze broek ga ik zo meteen aandoen. En verder, ja, verder waarschijnlijk 3 paar zonnebrillen. Ik moet wel zeggen, ik had verwacht dat ik zenuwachtiger zou zijn en dat ik het echt heftig zou vinden, maar het valt mee. En ik heb gewoon zo'n koffer die ik nu meeneem. Ik heb dan altijd een tas waar ik mijn elektronica los in doe. Dan mijn laptop, mijn opladers, van mijn camera, een statief moet mee. Van alles moet mee, zeg maar. Dus dat gaat altijd lekker los in een tas. En ik doe ook in een aparte tas mijn toilettas. Ik heb gewoon een mega toilettas waar ik nooit wat uithaal, dus die moet ik echt een keertje uitzoeken. Maar wat ik wel ook mee ga nemen, ga ik jullie nu even laten zien. Want dat ruikt vooral heel erg lekker. In mijn overvolle toilettas kwam nog wel iets, namelijk een parfumetje. En die ga ik ook meenemen. Maar ik ga even uitzoeken welke, want ik heb weer 3 nieuwe parfums ontvangen van Parfumado. Misschien ken je het wel. Parfumado is natuurlijk het... ja, ik zeg natuurlijk, want ik heb het al sinds november vorig jaar of zo. En ik heb het al een paar keer laten zien. En daarvoor had mijn moeder het. Dus ik heb het er heel vaak over gehad. Dus mocht je het niet kennen. Bij Parfumado is het geweldig. Je kan namelijk elke maand een nieuw parfum ontdekken. Voor €14,95. Maar bij mijn code die 50% korting. Dus dan kan je het voor €7,50 gaan proberen. Een nieuw parfum ontdekken. Elke maand weer. Het is geweldig. Ik soms ook wel een beetje dat ik denk, ah, want, ik ga het even laten zien, uit mijn tas heb ik even gepakt. Dit is dan het moeilijke deel, dat je parfum bijna op is en dat je denkt, oké, ga ik deze weer nemen, want die is zo lekker. Hij is heel erg lekker zoet, dus als je ervan houdt, write it down. Dit is Good Girl van Carolina Herrera. Deze is dus op, dus ik twijfelde heel erg van, ga ik deze opnieuw bestellen? Weer zo'n travel size, ik vind hem geweldig. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb toch gekozen voor 3 nieuwe. En die gaan we nu eventjes samen ruiken. Ook dit zijn weer zoete parfums. Ik kwam namelijk op hun website. Want ik moest weer even nieuwe uitzoeken. En ze hebben er 550. Dus was best wel veel om te kiezen. Bij zoete parfums voor haar had ik er al 2 uitgekozen. Even kijken welke ook weer is. Ik heb voor het eerst in mijn leven een zadig en Voltaire parfum. En dit was dus een zoet parfum. Zeiden ze. Ik ben heel erg benieuwd. En deze is dus vanille woody. Dus... hout. Dus op zich is dat niet helemaal wat ik zou nemen. Maar daarom zo leuk. Want hij is ook sweet. Dus we gaan hem even sprayen. Dus. Oh ja. Daar is hij. Je kan trouwens voor 30 dagen lang 4 keer per dag sprayen. Dan is hij ongeveer op. Ik moet zeggen, ik heb met die ander veel langer gedaan. Omdat ik werd zuinig. En toen... wow! Oh! Dit is fucking lekker. Maar ik heb er dus wat langer mee gedaan. Omdat ik op een gegeven moment 2 spreetjes deed. En als ik het huis niet uitga, spray ik geen parfum op. Weet je wel. Dus en ik heb ook ander parfum. Nog een ander flesjes. Dus als ik dan weer uit eten ging, nam ik een wat zwaardere geur. En zo is het chill om dan gewoon wat langer te doen met je parfum. Dus spray je gewoon 4 spreetjes per dag. Doe je er 30 dagen mee. Maar het kan dus langer. Deze. Oh, wat is dit lekker. Dan de ander. Oeh. En dit is... For Her Masque Noir van
Narciso Rodriguez. En deze is Musk Powdery Fruity. Dus sweet staat er eigenlijk niet tussen. Orfamado. Ik hoop wel dat die sweet is. Zal wel, want fruity en powdery, dat is wel heel vaak richting dat zoetige, bloemige, zeg maar. Oh, dat waren al drie spreetjes. Ik weet niet waaraan, maar ik heb echt een instant herinnering. Dit is een heel erg lekker parfum en inderdaad fruitig. Niet super zoet. Of in ieder geval, ja kijk, ik hou gewoon echt van taffe zoet. Gewoon echt zoet zoet. Ik denk ook dat de meeste van jullie dit wel zoet zouden vinden. En ik vind hem dus heel lekker. Je kan ook je parfum rate op die kaartjes. En ik zou deze 7,5 geven. Echt lekker. Maar die ander 9,5. Ja, 9,5. Dan de laatste. En dit is Twilly van Dermes. Van Hermes. En deze, ik weet niet waarom ik het zo zei, vind ik er echt ook heel erg leuk uitzien. Fresh Spicy, Tuberose en White Flowers. Ik lees ook altijd die reviews van parfums. En dan kijk ik altijd, is het zoet, is het zoet, is het zoet? Yes. Oké. Okay. Wow! Inderdaad. Spicy. Oeh, dit is weer zo'n parfum waarbij ik... die ik op zou doen met uit eten gaan. Met een zwarte outfit. En grote oorbellen. Ja, een 8. Deze zwarte gaat mee naar Frankrijk. Mm. Wij zijn in België. Woehoe! Daar. Ja! Carrefour! We zijn in Le Douze France. En right. We zijn nu 12 minuten van onze Airbnb. En toen kwamen we langs een supermarkt. En we zeiden de hele tijd, we hebben zin in wijn en kaas. Dus dat gaan we halen. Onder andere wijn en kaas. Nee, alleen maar. Alleen maar. Dat wordt ons avondeten, ontbijt en lunch. Yes. We zijn er niet één dag hoor, jongens. Nou. En het hoeft ook niet op. En dit stokbrood is helemaal... Of nee, baguette. Baguette? Nee, baguette. Ja? Baguette is nog helemaal warm. Oké. Okay. Hou je eigenlijk van drop? Nee. Oh, ik hou zoveel van drop. Ik neem deze mee. We zijn nu nog on the hunt voor pasta saus. Want we hebben een pastaatje die we vandaag gaan eten met courgette en tomaatjes. En champignon, was ik even vergeten. Over 100 meter zijn we voor onze Airbnb. Gaat er maar. Zo grappig hoes, dus dan bedankt. Dit is het. Deze. Oh, is mooi! Wat groot. Heel groot. Jezus. Zijn de mensen heel rijk. Is dit gewoon parkeerplaats, denk je dat? Denk het wel. Dit? Ja? Er stond wel zo'n bord bij van voetgangers, maar ja, doe maar. We gaan dat doen. Ik ben helemaal benieuwd. Maar hoe zit het dan met parkeren langs de weg hier? Ja, daar zie nergens wat. Weet je wat? We parkeren. We gaan even naar binnen. En dan gaan we toch nog eens terug voor onze spullen. Ja. Even fixen hoe of wat. Ja. Helemaal benieuwd. Ja. Wij zitten op de bovenste verdieping. In een prachtig huis. Echt doodziek. Dan kom je hierdoor binnen. En dan zie je al wat spulletjes staan. En je kijkt eigenlijk als eerste naar jezelf in de spiegel. Badkamer. En hier is... Ik hoor jou plaatsnemen. Hier is de keuken. Eettafel. Living. Met een geweldige groene bank. Vinden we echt super leuk. Slaapkamer 1. En slaapkamer 2. En waarom we deze Airbnb ook hebben genomen, is omdat dit de tuin is. En echt, het is echt een fucking villa, jongen. En hier mogen we ook gewoon zitten. Dus... Ciao. Inmiddels hebben we eventjes chips gegeten, wat drop gegeten en even wat gedronken. En gaan we zo meteen weg. En dat komt dus in een losse video, maar die video hebben jullie al kunnen zien afgelopen zondag. Maar ik had eigenlijk vandaag een outfit aan die gewoon chill zat voor in de auto. Maar eigenlijk vind ik het geen leuke outfit. Maar ga ik het omkleden? Denk ik ook niet. Nee. Dus we houden het gewoon aan. Maar ik zal even laten zien wat ik vandaag aan heb gedaan. Top is van Uniqlo. Daar zit dus zo'n ingebouwde BH in. Ik moet je eerlijk zeggen, het is wat te klein. Ik heb nu zeg maar een unitiet. Het wordt gewoon een beetje naar elkaar toe gedaan. Dus één tiet. Hoe moet je vinden? Zeg maar, hier zit gewoon alles. Voel je dat? Nou, er zit helemaal geen ruimte meer voor hun. Nee, voor hun ook echt. Maar die is van Uniqlo, 25 euro. En het is wel heel relaxed. Want je hebt 25 euro?
Ja, omdat er zo'n BH in zit. Vind ik heel erg duur voor zo'n top. Ja, maar ja, misschien wel. Maar omdat je gewoon geen BH aan hoeft en je hebt dus ondersteuning, ben ik er op zich wel blij mee. Ik heb alleen vandaag echt hele gevoel. Iedere keer als ik er aan zit, denk ik echt, ah, oh, gaat door de grond. Moet gewoon opgesteld worden. Deze broek heb ik dus in de kringloop outlet in Alkmaar gekocht. En die had ik dus aan mijn moeder gegeven. Mama, deze moet je passen. En toen vond ze hem heel lelijk staan. En toen heb ik hem aangedaan en toen vond ik hem leuk. En ik heb deze. Die heb ik van de kringloop in Oude Wetering of Roedevarensveen. In ieder geval bij waar Zico vandaan komt. Vandaan. En omdat iemand tegen me zei dat ik het niet meer moest doen, heb ik het nog een keer gedaan. Nike sokken in mijn Adidas. Maar die sokken zitten gewoon het lekkers. Dus die heb ik gewoon. Dus dat heb ik aan vandaag. Top. En dat van Lara laten we maar niet zien. Want het is echt... Nee, het is een heel leuk shirt. Want ze kwam binnen en zei ik zo'n shirt wil ik. Weet je, gewoon zo'n oversized shirt met een leuke print erop. Uit Greenlight. Van Penn. Dat is een university in Pennsylvania. Is toch leuk? Ja, ik heb ook... Oeh, ja. Met een blazer, hè? Losje de Lara. Oh, had je een blazer, hè? Ja, maar die ligt in het auto. Die heb ik niet gezien. Hebben jullie wel uit je eigen auto gehaald? Ja. Oké. Maar misschien wordt het een beetje koud. Dat ik me nog even... Oh, ik heb nog een... hoe heet dat? Blouse bij me. Dus ik ga even een blouse eroverheen aan doen. En dan gaan we kringlopen. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb dus nog nooit gaan kringlopen in Frankrijk. Ik heb wel in Parijs echt in die vintage shops en zo ben ik geweest. En misschien een beetje een kringloop kleding iets, maar dat was niet geweldig. En als je daar benieuwd naar bent, dan moet je gewoon, denk ik, vlogs van Parijs kijken de afgelopen keer. Wanneer was ik daar? November. Afgelopen november ben ik er 2 keer geweest in Parijs. Toen ben ik geweest. Maar nu hier, echt naar de kringloop. Ik zie jullie daarna weer. Dit is trouwens onze entree. Het is erg mooi. En we hadden natuurlijk allemaal boodschappen gedaan voor een heerlijke pasta. Dus ik ga McDonald's eten. Ja, je ziet helemaal niet. Kijk wat een leuk logo. Maar dit is DJ, wat was het nou? DJ Burger of zo? Nee, DJ... Hey Doggo's! Ja, dit is gewoon een entree. Nee, maar dan moet je gezellig doen. Ik wil gewoon zitten, voor me uitstaren, als een soort dooie. Ja, ik wil ook... Ik heb geen zin in. Nee, ik wil ook echt gewoon heel graag mijn pyjama aandoen. Ja. Maar we kwamen net beneden met McDonald's en we zeiden dus dat we dat hadden. Want die homeowner, hij woont gewoon beneden en is thuis. Morgen is hij niet thuis, dus dan kunnen we in de... Sorry, je moet de 2 trappen omhoog. Ik ben nog gebroken. Maar dan kunnen we zeg maar daar zitten en in de tuin zitten. Hij zegt, kan nu ook. Maar dan is het gewoon lekker om het voor jezelf te hebben. Maar we hebben hier ook gewoon een tafeltje aan doen. Maar toen zei hij, oh nee, McDonald's, ik kan pasta voor je maken. En toen zei hij, nou dankjewel, maar we willen echt even niks. Laatste keer, wil jij niet hier slapen? Laat mij met rust. We hebben zeg maar 2 slaapkamers. En 1 bed ziet er gewoon heel goed uit. En het andere bed lijkt niet goed, maar volgens mij is het gewoon echt prima. Dus ik had gewoon mijn tas daar gezet, want ik dacht, ja, boeien. En nu zegt Lara de hele tijd, zal ik daar slapen? Ah, maar dat hoeft helemaal niet. Fuck, heb ik een salade genomen? Ja, ik dacht dat al, maar ik dacht, jij moet... Dit is een salade van 11 euro. Van de Mickey. Nee! Dat vind ik recht zit er niet bij. Voor je zout? Voor je... Dit meen jij niet. Nou, ik wil echt naar huis. Dat is niet waar. Ik wil ook naar huis willen naar dit. Oh, wat erg. Wat een kutselaar. Misschien zit er wel... Mag. Wil je olijfolie? Ja, is goed. En dan doe ik gewoon zout en peper. En appelcidervinegar? Ja, heel goed. En... Nee, dat is allemaal goed. Wat je nu net zei? Oké. Dat is perfect, toch?
Maar wel. Wow. Wij hebben net nog. Wie ben ik? Extreme version. Je moet eigenlijk moeten filmen. Wij hebben dus vandaag hebben onder andere 50 Cent gedaan. In de dingen. Rita Verdonk. Rita Verdonk. Michelle Obama. Michelle Obama. Nou, van alles Plankton. Zeg maar. Plankton van SpongeBob. Maar ik heb nog nooit SpongeBob gezien, dus ik wist niet wie dat was. Maar oké, nu ga ik slapen. Wat rusten? Nee, ik ga niet slapen. Doei. Doei. Tot morgen. Je lampje uit of doe je hem zelf uit? Oké. Okay. Heb je oordopjes op? Oké, doei. Slaap lekker. Good morning. Wij gaan ons, of we zijn ons even aan het klaarmaken. Lara is al bijna klaar, die heeft voor mij gedoucht. We gaan een beetje kaas. Nee, ik neem hem gewoon zonder. Doe ik wel vaker hoor. Wat een spannende droogshampoo is dit, hè? Het is van Aveda. Ik had er perspakketten van gekregen. En die spullen zijn echt eng goed. Het is echt heel goed. Maar oké. Okay. Even nadenken. Ik doe mijn gezichtsreinigingen, of mijn gezichtskrelletjes doe ik pas als ik heb gegeten en mijn tanden eraan ga poetsen. Want ik vind dat zo vies, anders dan gaat al je een stuk om je mond weer weg of zo. Ik weet niet. Ik vind het gewoon chiller om dan mijn tanden te poetsen. En daarna pas heel mijn screening te doen. Weet je dat? Ik zei screening te doen. Ik bedoel, dag. Wat is dat? Ginger shot. Oh mijn god, ik dacht dat je koffie was. Heb je dat zelf gemaakt? Mm-hmm. Is hij heel erg. Cheers! Oh, sorry! Jezus! Het is geen alcohol. Ja, dat moet wel. Het moet branden. Oké, okay. Maar het is wel veel of niet? Okay, heb je het één keer? Lekker. Ja, oké. Okay. Is goed voor je. Oh. Ja, nice. Maar echt heftig hoor, moet ik zeggen. Oeh. Ik heb altijd gewoon gemmershotjes van bijvoorbeeld de supermarkt en zo. Die zijn gewoon mild. Maar ik moet nu nog even mijn haar borstelen hoor, maar die droogshampoo. Epic. Mijn outfit van vandaag heeft Lara uitgekozen. Love it. Weet je wat hierbij nog zou moeten? Zo'n riem die ik gisteren liet zien. Ja, dat vind ik ook wel. Het zou heel leuk staan hierbij. Die gaan we vandaag vinden, ja. Maar ja, dan neem jij hem en dan leen ik hem van jou. Ik ga even ontbijten. Met baguette, hè? En dan gaan we. Dus dan zie ik jullie weer. Ik denk vanavond pas. We hebben een planning. We hebben zin in de planning. Lara heeft voor ons gekookt, maar we gaan naar buiten. We gaan in de tuin zitten. Dus ik heb de speaker in mijn tas en we gaan. Dat zijn onze doggo's. Nee, pas maar op, schat. Maar die tuin, jongen. Oh mijn god, wat lekker. Ah, ah, ah. Zet die. Wat betekent dat? Zitten, denk ik. Ja, dat is heel... Nee! Ze hebben een schoen. Die vinden ze geweldig blijkbaar. Kijk nou. En waarom ik zo geel is, ze springen op je. Ze zijn echt zwaarder dan je denkt. Maar ze zijn veel te leuk. Zo. Wij gaan nu lekker slapen. En ik ben echt zo blij dat we een eigen slaapkamer hebben. Eigenlijk had ik er nooit over nagedacht. Lara zei het. Van, ik zat heel chill vind om een eigen slaapkamer te hebben. Want als ik ga slapen, slaap ik met geluid. Nou, ik heb precies hetzelfde. Maar... ik weet niet, ik vind het zo fijn. Dan kan je jezelf zo terugtrekken. Morgen gaan we uitchecken hier. En gaan we nog naar kringloopwinkels. En ik heb dus net al mijn koffer zo ingepakt. Dus dat is helemaal gedaan. Mijn outfit van morgen ligt al in de woonkamer. Bij de badkamer als je eruit loopt, zeg maar. Het is ook helemaal chill.
Inmiddels rijden we op een weggetje die een beetje misschien hobbelig is. Dus het kan zo zijn dat de camera een beetje gaat verplaatsen. Maar we zijn uitgecheckt. We waren gewoon even bezig met alles inpakken. Dus ik heb dat helemaal niet meer echt gefilmd. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het was echt super freaking chill daar. Ja. En helemaal goed. En we hebben nu nog wat tomaten. Ik liet het vallen. Het is allemaal lekker. Oh, wat doe jij? Hij zat niet dicht. Toen we hoorden wie het slachtoffer. Mijn boek ging aan en daarna ging Buena Vista Social Club aan. Dat gebeurt heel wel. Maar je kan al een aankoopje zien bij Lara. Die hebben dus allebei in blauw. Zeker. Zeker te weten. Zeker te weten. Ja. En het is echt super warm. Dus ik heb zeg maar een kort rokje aan. Lara heeft een bloot boven en een lange denim maxi rok. Ik zal zo onze outfit even laten zien. Het is echt... ziet er geweldig uit. We hebben ook net allemaal weer foto's gemaakt. En wat we ook hebben gedaan, en als jullie het zien staat het al online, hebben we outfits op zo'n TikTok-achtige manier willen doen. Alleen, ja, dan bedenk je dat van tevoren. En we hebben niet zo heel veel outfits, dus we hebben ook maar eentje in pyjama gedaan. En een joggingsbroek. Het is wel real. Het is wel real, want ja, we hadden gewoon niet meer outfits. En ja, van twee kun je ook niet echt een filmpje maken. Wij sluiten. België zou ik zeggen. Frankrijk af met Belgische frieten. In België. We zijn aan het rijden. We moeten nu nog een kleine 3 uur. Ja. Dan zet ik Lara af. En dan is de auto ook 100 kilo lichter met al die spullen. Niet door jou, hè, maar door de spullen die je hebt. Ja, ja. Dat er geen verwarring over ontstaat. Maar lekker. Is het lekker? Heel lekker. Ja. Dus, wat gaan we nu eten? Tot thuis. Zoals je ziet ben ik weer thuis. Frankrijk was superleuk, echt superleuk. Als het goed is heb je afgelopen zondag de video ook al gezien. De reacties waren ook echt heel erg leuk. Dus ik hoop dat jullie deze video net zo leuk vinden eigenlijk. De link naar de Airbnb zal ik even in de beschrijving zetten. Ik had hem ook al gedeeld op mijn Instagram al eerder. Dus mocht je mij nog niet volgen op Instagram, daar kon je de Airbnb al eerder zien. En shots van Frankrijk ook al eerder zien. Dus het zou leuk zijn als je me volgt. Maar ik was terug en toen dacht ik helemaal van... ha, ik wil nog meer kringlopen. Ik wil nog meer vinden. Ik zat er zo helemaal in. En toen was ik in de buurt van de Noppes. En toen vond ik hele leuke dingen. Ik had alleen geen camera bij me. Maar ik dacht, ik doe gewoon de haul nu eventjes met jullie. Ik ga heel even beginnen. Ik heb namelijk 3 accessoires met de 2 kledingstukken die ik heb. Als eerst deze jurk. Doet me echt een beetje denken aan een soort van prom dress. En van mijn tijd. Dus... the year 2000 een beetje, dus Y2K. Ik vond hem echt geweldig. Het enige, als ik mag zeuren, maar ik dacht dat kan ik gewoon zelf fixen, is dat hij zo'n split heeft. En ik denk dat ik hem mooier vind als hij dicht is. Maar ik denk oprecht dat ik dat wel zou kunnen. Ik heb gewoon een naaimachine. Ik weet niet hoe je dit doet, maar ik ga het gewoon proberen. En misschien kan ik het gewoon meenemen naar mijn oma of whatever. En het is best wel een... printje waarbij dat ook niet heel erg te zien gaat zijn, waarschijnlijk. En misschien dacht ik dat als ik de split tot deze lengte, dus dat het nog een heel klein beetje een split is, dat dat nog wel netjes kan zijn, want dit is natuurlijk een stukje dikker die onderkant. Ja, dat ik daar ook niet over hoef te, mijn nek over hoef te breken. En dan is de split iets kleiner. Je zal nu even het aanbeeld zien van de jurk. Ik vind hem prachtig. Ik vind hem een beetje romantisch. Ik vind hem leuk. Ik was er gewoon helemaal blij mee. En ja, er zit geen prijs in. Sommige dingen zijn wel geprijsd bij Noppes en sommige dingen maar niet. Dit was dus gewoon een jurk. Ik denk, gok, 6, 7 euro of zo. Maar ik vind hem echt gorgeous. Dus ik ben hier heel blij mee. Dan vond ik nog een rok. En ik had echt een soort van pyjama aan. Dat ik naar de Noppes ging, want ik was nog best wel erg moe. Dus ik kon hem niet echt geweldig mooi combineren. En ik twijfelde nog steeds een beetje. En nu ik thuis ben, heb ik hem nog niet helemaal verder bekeken en gesteld. Dus ik ga hem nu nog eventjes aandoen bij het aanbeeld. Maar het is dus een lange rok. En hij is dus een beetje wel stug. En eigenlijk is dat dus heel mooi. Maar ik moet gewoon even zien. Wat ik vooral prachtig vind, is de donkerblauwe kleur. Gewoon echt heel erg mooi. Aan de achterkant een split. Dat vind ik dus niet erg. Ik ben heel erg specifiek met splitten. Ik had gisteren ook een outfit aan met split. En daarbij past het wel of zo. En bij deze jurk zullen heel veel mensen het ook waarschijnlijk mooi vinden passen. Maar ik denk, ik wil nog wat bodycon verder. En met dit soort lange rokken. Ja,
ik weet het gewoon niet. Het ligt echt per item. Want heel vaak dan heb ik een item aan met een split. En dan zegt iemand tegen mij, hey, er zit een split in. En dan denk ik, ja, maar deze kan wel. Het is heel stom. Maar deze lange rok, ik zal hem nu eventjes nog aandoen voor jullie. En ja, hij is dus wat stug. Dus misschien wat groot bulkje aan de bovenkant, kan ik me een beetje herinneren. Dus ik dacht, ja, is dit hem nou wel of niet? Maar hij is ook qua kwaliteit, qua stof, geweldig mooi. Dus kleur mooi, lengte mooi, verder alles heel erg mooi. En ik ga het wel eventjes zien. Dus ook deze niet geprijsd. Dit is gewoon als lange rok. Maar heel blij mee. Dan een aantal hintjes naar de kringloopvideo van Frankrijk. Mocht je dat nog niet gezien hebben, ga het alsjeblieft checken. Het was echt geweldig. Maar daarin zag je dat ik een deco-achtig accessoire bloemetje had gekocht. En nu vond ik deze bij de Noppes. En deze vind ik echt heel erg leuk. Hij heeft dus een speld, maar ook een klemmetje. Dus je kan hem klemmen waar je wil. Kijk, hierop staat hij nu misschien een beetje dom. Maar stel, dit was dan een zwarte racerback top en ik had mijn haar lekker groot. Dan staat dit echt heel erg leuk. Er ligt nu niet een tas bij mij in de buurt. Maar dan op je tas kan je deze ook klemmen. Vind ik ook heel erg leuk. En ik weet niet. Ik heb gewoon die roosjes helemaal herontdekt. En ik heb eigenlijk heel weinig met polkadot. Dus gewoon leuk op een zwart shirt of op een wit shirt. Ik vond het heel erg leuk. En deze was, ik had dat dingetje. Oh ja, die heb ik hier. Die zat in zo'n zakje en was 52 cent. Dus nice. Dat was goedkoper dan in Frankrijk. Wat niet goedkoper was in Frankrijk, is namelijk wat ik nu in mijn hand heb. Een riem. In de video zag je dus dat Lara een geweldige riem had gescoord. Ik trouwens ook. Ben er nog steeds blij mee. Maar de riem die Lara had gescoord vond ik ook heel erg leuk. En ik zag deze. En toen dacht ik, oh, that's a bit of me. Die lijkt me leuk. En dat is deze. Echt heel erg mooi. Was €3,15. Dus dat is bijna drie keer zoveel als in Frankrijk. Want die waren volgens mij een euro de riempjes daar. En of ja, ik zeg gewoon Frankrijk. Maar in de kringloop waar wij toen waren geweest. Die prijzen verschillen natuurlijk per kringloop. Maar ja, ik vond deze heel erg mooi. Hij is dus gewoon bruin. En de steen lijkt een klein beetje. En nee, dat is het zeker niet hoor. Maar het lijkt een beetje. Het heeft het effect van een tijgeroog. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Dus zeg maar de steen tijgeroog. Dus ja, ik vond dit heel erg mooi. En deze was dus €3,15. Maar dan, dit is zo grappig. Ik had dus in die video, je hebt het ook al in deze video gezien, een ketting gekocht. Een hele mooie ketting en Lara had precies dezelfde. En we hebben ervoor gekozen om hem in blauw te nemen. Maar ik zag hem eerst in paars. En daarna zag ik dus blauw en toen roze. En toen twijfelde ik heel erg over paars en over blauw. Toen dacht ik de hele tijd, ja, ik moet eigenlijk misschien wel paars doen. Maar ik heb heel veel blauwe dingen en ik vind blauw echt heel erg leuk. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik misschien toch maar beter blauw nemen. En ik had niet per se spijt of zo, maar ik dacht wel van dat ik ze even leuk vond. En toen zag ik deze ketting. En toen dacht ik, oh my god, ME had het nou maar in paars genomen. Want nu kan je deze natuurlijk niet kopen. Dit is gewoon vergelijkbaar hetzelfde. Dat kan je niet maken eigenlijk. Maar ik heb het toch gedaan. Kijk hoe mooi. Ik vind deze misschien wel iets meer bij mij passen dan de andere ketting. En die andere ketting is misschien veel meer Lara. Weet je wel, dat het wat out there is. Ik vind ze allebei echt geweldig. Maar deze, dit is echt een 9,9 qua ketting, hoe mooi ik deze vind. En die ander is echt een dikke 8,5. Maar als ik hem dan bij Lara zag, dacht ik, 9,9 bij jou. Deze, 9,9 bij mij. Zo heel bril! Ik heb trouwens die andere hier liggen. Want dan hoef je niet heel die kringloopvideo te kijken als je hem niet hebt gezien en geen zin erin hebt. Maar kijk. Ja, ook heel mooi hè. Het is toch anders hè. Kijk, vinden jullie deze mooier? Of deze? Oeh, deze? Of deze? Ik weet het gewoon niet. Het verschilt ook echt per look, hè? Maar oké, ik had dus, dacht ik, achteraf misschien beter dan de paarse kunnen nemen. Want dan had het meer verschil gehad. En ik heb echt eigenlijk geen seconde getwijfeld of ik deze moest kopen. Ik heb echt meteen in mijn mand gegooid. En ik vond er diezelfde dag nog heen. En toen heb ik het gesnapt naar Lara. Dus ik kan het filmpje wel even erin plakken. Maar ja, ik zag er niet uit in mijn pyjama. Het was echt de dag nadat we terug waren. Dus ik dacht, ik ga gewoon even naar de kringloop in mijn pyjama. Kijk. En? The fuck?
En die andere ketting heb ik dus niet genomen. En hij was 1,08 euro. Dus heel erg blij mee. Echt fucking liefd. Dan heb ik iets gekocht wat ik nog nooit in de kringloop heb gekocht. Namelijk nepbloemen. En dat is eigenlijk helemaal niks voor mij. Kijk, het zijn hele lange. Helemaal niks voor mij. Het is nu net alsof ik een soort van ballon vast heb. Ik vond deze geweldig voor in de tuin, leek me dat. Oh, of gewoon voor in mijn woonkamer. Dat zou ook nog echt wel kunnen hoor. Maar ik vind ze zo mooi. Als je ze van dichtbij ziet of ze aanraakt, ja dan merk je wel dat ze niet helemaal echt zijn. Maar ik vind ze geweldig. Echt, echt heel erg mooi. 1,58 euro per stuk. En mocht het hier zeggen komen, laat dan even het woord tuin achter. Want deze gaan in mijn tuin. En de tuin die we hadden bij de Airbnb was amazing. We hebben gewoon zelfs echt lopen opladen daar. En uren gezeten, spelletjes gespeeld. Dat was echt geweldig. En ik ben heel erg blij dat ik een weekendje weg ben geweest met Lara. Het was de eerste keer dat we samen een weekendje weggingen sinds we elkaar hebben leren kennen. En het was gewoon echt heel erg leuk. Maar bedankt voor het kijken en tot snel. Doei doei!